14 februari, Valentijnsdag. Maar wist u dat Valentijn een bisschop was? Een bisschop die bisschop was over Terni in Italië, niet zo gek ver weg van Rome. Valentijn was bisschop in die tijd dat christendom maar nauwelijks er mocht zijn. Mensen werden vervolgd van alle kanten. Maar vooruit, Valentijn kon bisschop zijn, in Terni. Nou was het zo, dat in die tijd er heel veel Romeinse soldaten langzaam maar zeker ook christen werden. Dat is een van de redenen waarom Europa zo snel gekerstend werd. Doordat veel christenen als soldaat meetrokken in de Romeinse legers Europa in. Maar ja, soldaat zijn in die tijd, weet u, er was een dienstplicht, je tekende voor maar liefst 45 jaar. 45 jaar moest je in dienst. En als je dan weet dat je als soldaat niet mocht trouwen, ja, dan had je wel een probleem. Als je een gezin wilde stichten, als je kinderen wilde hebben. En zo kwamen er dus heel wat soldaten in Terni naar de bisschop toe, naar Valentijn. En zeiden, bisschop, ik wil trouwen, maar dat mag niet. Hoe doen we? Nou, zei Valentijn, ik doe niet moeilijk, ik trouw jullie gewoon. En Valentijn trouwde dus de soldaat en zijn lief. En dan had hij altijd een bloemetje voor ze. Maar ja, toen de politiecommissaris zag wat Valentijn allemaal niet deed. Dat er soldaten waren die door hem getrouwd waren, wat helemaal niet mocht. Toen begonnen ze Valentijn te waarschuwen. Valentijn, hier moet je mee stoppen. Je mag bisschop zijn, maar je gaat geen verboden huwelijken sluiten. Maar Valentijn trok zich daar niks van aan. Totdat de dag kwam dat de politie zei, genoeg is genoeg. En Valentijn werd gevangen gezet. Kwam in de cel terecht en zou in de arena vermoord worden. En terwijl hij daar 's avonds in die cel zit, komt de cipier binnen. En de cipier zegt tegen Valentijn, bisschop, ik ben ook christen. En beste bisschop, ik heb een zoon. En die wil trouwen. Zou dat nog lukken? Nou moet Valentijn gezegd hebben, dat hangt niet meer van mij af, eerder van jou als cipier. De volgende morgen kwam de cipier met zijn zoon en zijn aanstaande schoondochter naar de gevangenis toe. Maar Valentijn was al weg. Hij was al op weg naar zijn veroordeling. Die cipier, de jongen en het meisje dropen af, teleurgesteld naar huis. Het was niet gelukt. De volgende dag werd er bij de jongen thuis een brief bezorgd. Hij maakte hem open en er viel een bloemetje uit. En op die brief stond geschreven, jullie zijn getrouwd hoor. Het zit wel goed met onze lieve Heer. Wees gelukkig, Valentijn. Dat is het feest van Valentijn. En wij zijn bisschop Valentijn een beetje vergeten bij al die kaarten van I love you. En de bloemetjes die we naar elkaar sturen. Maar het komt wel van hem. In Italië is men hem niet vergeten. Op zijn dag stroomt Terni nog altijd vol met jonge stellen die bij het graf van Valentijn om zijn zegen vragen over hun liefde. En niet alleen maar jonge stellen. Ook mensen die al lang getrouwd zijn gaan daar nog ter bedevaart. En het verhaal gaat dat er ook heel wat
schoonmoeders zijn die naar het graf van Valentijn gaan om te bidden dat ze toch een beetje goede schoonzoon zullen krijgen. Valentijn, laten we hem in ere houden op 14 februari.